Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft zich gisteren in DNA verontschuldigd tegenover de Evangelische Broedergemeenschap Suriname, EBGS. De bewindsvrouw heeft zich de vorige week zeer scherp uitgelaten over de manier waarop de EBGS-scholen in het binnenland worden gedraaid. Dit terwijl de EBGS en FIBOS subsidie krijgen van de overheid. Vooral de renovatie van de lagere school te Gololo heeft kwaad bloed gezet bij de bewindsvrouw. Na flink protest van de EBGS en andere groepen heeft Verrier besloten terug te komen op de uitspraken. Ze gaf aan dat de uitspraken te emotioneel waren. De minister ging daarnaast ook in op de veiligheidssituaties op scholen. Voor ik met mijn beantwoording van de vragen gesteld in het college begin, heb ik de behoefte om mijn verontschuldigingen aan te bieden voor mijn emotioneel betoog, als gevolg waarvan velen, vooral de EBG'ers, zich gekwetst hebben gevoeld. Wanneer ik hier sta als minister, ook als gelovige, dan sta ik hier in dienst van land en volk. En dan is het dat belang wat ik moet dienen. En het gaat erom dat ons geliefd land Suriname op hoger niveau komt te staan. Ik hoop dan ook dat we in een sfeer van wederzijds respect en liefde de zaken met betrekking tot het onderwijs verder bespreekbaar kunnen maken. Afgelopen woensdag is er, en dat is een afspraak die gemaakt is tijdens de onderwijsdialoog, dat de minister maandelijks een meeting zou hebben, een constructief gesprek tussen de bonden en de minister. En dat hebben we dus als eerste. De onderwijsdialoog was in april. En we hebben dus afgelopen woensdag alle bonden een zeer constructief gesprek gehad. En daarbij is de integrale aanpak met betrekking tot de beveiliging op de scholen ook besproken. De parlementariërs Ronnie Brunswijk van de ABOP en Raymond Sapoen van de HVB zijn blij met de verontschuldiging van de minister. Ze spreken de hoop uit dat Verrier het pad van dialoog blijft behouden. De minister heeft hier haar verontschuldiging aangeboden aan het adres van IBG, mevrouw de voorzitter. Dat vind ik heel groot. U weet dat soms wanneer u daar staat en die andere mensen aan deze kant, dat je ook zoveel dingen naar jou wordt geslingerd. En soms word je inderdaad emotioneel. Dus dat vind ik heel goed, dat IBG en de minister weer op één lijn verder gaat. Heb ik goed begrepen, via u mevrouw de voorzitter, aan de minister, dat de school van Gololo weer draait? En voor de rest mijn complimenten aan u voor vandaag. Het heeft me goed gedaan dat de minister in haar opening statement haar welgemeende verontschuldiging heeft aangeboden aan in het bijzonder EBGS als een van de belangrijke denominaties in de discussie van subsidie enzovoorts. De minister heeft aangegeven dat ze is overmand door emoties. Dat moet kunnen, voorzitter. We zijn allemaal mens. We hebben emoties. Het zou heel oorzaai leven zijn zonder emoties, voorzitter. En het is belangrijk dat wij op tijd terugkeren naar de essentie van de zaak, en daarom ben ik blij dat de minister heeft aangegeven dat nu meer dan ooit dat subsidiebesluit, waar wordt geregeld wie wat waarom betaalt, dat dat wordt geëvalueerd. Parlementariër Raymond Sapoen en daarvoor Ronnie Brunswijk gisteren tijdens de behandeling van de begroting in de Nationale Assemblée. De volksvertegenwoordigers zijn positief over de excuses van minister Verrier aan de EBGS.